was gisteravond een rondje fietsen op zoek naar krabbenscheeuw. Ik doe dat nu al een paar jaar rond deze tijd. En wat opvalt is dat er ieder jaar minder krabbenscheeuw is. En een van de soorten die daar de schuld van krijgt is de rode Amerikaanse rivierkreeft. En vaak wordt dan gezegd dat ze planten verknippen. En dat zogenaamde knippen, dat stoort mij. Want als je een schaar van een rivierkreeft goed bekijkt, dan zie je dat ze absoluut niet geschikt zijn om te knippen. De helften sluiten niet op elkaar aan en ze hebben überhaupt geen snijrand. Dus met scharen kunnen ze hoogstens een boel een beetje verkneuzen, maar je kan niet een blaadje ermee in twee stukken knippen. Maar wat kreeften echt gebruiken voor het zware werk zijn de kaken. En ik had in aquaria wel eens gezien hoe ze die gebruiken om bijvoorbeeld een driehoeksmossel te kraken. Maar buiten in de natuur zie je dat meestal niks van. Ten eerste omdat de dieren verstopt zitten onder de waterspiegel. En ten tweede omdat die hele kaken aan de onderkant zitten van de kop. Maar gisteren was nogal warme avond. En op warme avonden hebben ze de neiging om aan het wateroppervlak te komen. En ik zag gisteren een heel stel rivierkreeften semi-ondersteboven fourageren tussen de krabbescheer. En nu zie je heel goed hoe ze dus die kaken gebruiken in combinatie met de maxillipeden, dus hun kaakpootjes, om die planten uit elkaar te trekken en op te eten. Ik vond het wel aardig om dat te delen.